welkom bij een nieuwe weekvlog van Hoeve Hoogstraten. Wat een prachtig weer, hè? En dat betekent dat we deze week gaan beginnen met het kunstmest rooien. Dat had ik eigenlijk al eerder willen doen, maar de omstandigheden op het land lieten het niet toe. En ik ga nu ook beginnen met het droogste percelen, om te kijken hoe het daar gaat. En we gaan eerst maar met halve bakjes rijden en dan zien we wel hoe het komt. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, ik moet nog een beetje zand van de kuil afdoen. Het is het laatste stukje van deze kuil, dan is de vijfde snede ook op. En dan gaan we beginnen met de allerlaatste bult die nog dicht zit. Dat is de tweede, derde en de vierde snee over elkaar heen. En deze wordt dan naast het restant eerste snee opgevoerd. We hebben de kunstmestrooier achter de staaier gehangen. Dat hebben we bewust gedaan in dit geval, omdat de staaier een tikkeltje lichter is als de vent. En daarnaast, de staaier heeft beschikking over dubbele lucht en die gaan we er even aan monteren. Nou, waarom monteren we nou de dubbele lucht erop? Het effect van de dubbele lucht is dat je meer draagkracht hebt. In plaats van zeg maar een goede halve meter band ga je bijna naar een meter band, waardoor de druk over meer oppervlakte verdeeld wordt. Yeah.
In de beluchter zit een blokje, een uitham, die zie je hier. Die moet precies over dit blokje heen vallen. Dat zorgt ervoor dat de lucht gewoon goed blijft zitten. En daarna dan draai je hem hier gewoon aan in de velg. Nou, die kunstmeststrooier die werkt met twee schijven in ons geval. Je kunt ook een pendelstrooier hebben, dan werkt hij nog met een pijp. Wij hebben dus twee schijven. Die schijven kunnen we afzonderlijk van elkaar bedienen. Dat wil zeggen de klep open of de klep dicht. Dus we kunnen langs de slootkant één schijf dichtzetten, waardoor alleen aan één kant maar kunstmest uitkomt. En deze schijven kunnen we ook nog qua de schroepen kunnen we qua lengte variëren. Daarmee kunnen we de werkbreedte veranderen. In principe werken we met één aftercast-toerental, 540 aftercast-toeren. En met deze schijven, er zit hier ook een maatverdeling op, kunnen we bepalen hoe ver de strooier ongeveer strooien gaat. Nou, die afstelling die is per kunstmestsoort verschillend. We hebben daarvoor een app op de telefoon zitten, daarmee kunnen we de kunstmestsoort instellen. En daar krijgen we de voorkeursinstellingen te zien van die kunstmestsoort. En daarmee kunnen we dus de breedte goed bepalen en krijgen we een mooi strooibeeld. En in de trekker hebben we een computer zitten. Daarmee kunnen we instellen hoeveel kilo we per hectare willen strooien. Die moet ik zo meteen nog aanpassen. Ook wat de strooifactor is, dus hoeveel kunstmest er volgens mij per minuut doorheen zakt. Maar in ieder geval daarmee stel je in hoe de kunstmeststrooien doseren moet. Deze die houdt rekening met de rijsnelheid van de trekker en daarmee doet hij de klep verder open of verder dicht. Nog even de bandenspanning controleren en dan kunnen we beginnen. En dit was hem dan alweer, de vlog van deze week. Vond je dit nou een leuke vlog? Vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Dan help je ons kanaal enorm vooruit. Tot volgende week zondag, 9 uur.